Deze podcast maken we samen met Join.cc, de fietsapp voor alle wielrenners. Zin om te fietsen, geen zin om te fietsen, toch gaan, jezelf op die fiets trekken. Regen, hitte, omhoog, omlaag, zweten, puffen, slechte poten, wonderbenen, genieten, kapot gaan, los trappen, bijtanken, douchen en door. Het leven van een renner gaat niet over rozen en al helemaal niet als je jezelf wil verbeteren. Maar hoe dan? Waar moet ik nou op letten als ik gericht beter wil worden? Als ik harder of verder wil gaan, of gewoon fitter wil worden en meer wil genieten op de fiets? We gaan het hebben over trainen, eten en slapen. Op zoek naar de kennis, maar vooral ook naar de tips en slimme geitjes waar we morgen mee aan de slag kunnen. Je luistert naar de Beter Worden Podcast van Live Slow, Ride Fast. Mijn naam is Steven Bolt en tegenover mij zitten ze Laurens en Dam en Jim van den Berg. Als jij op de voor de Spiegel staat en je denkt: nou mag wel weer een paar kilo's af, uh, al, al, stel dat gebeurt uh, en met jouw velen in Nederland, mm -hmm. wat doe je dan? Minder eten. Ja, dat is wel. Dat, dat is het wel in essentie. Maar vroeger was het meer trainen, minder eten, toch? Ja. Maar, ja, nou jij kan het beter vertellen over vroeger. Denk oh ik. ja, dat, uh... <laughs> gaan we, gaan we, gaan we die pistool op. <laughs> Nee, ja, nee vroeger hoorde ik altijd meer trainen, minder eten. Dat was een gevleugelde uitdrukking van, uh, van Gerry Kneteman. We gaan het oh. hebben over, uh, over uh, afvallen en afvallen en fietsen, eigenlijk. Hè? Um, uh, ik moest ineens. Uh, ik zeg dit eigenlijk om, bewust, omdat ja. hij alleen zegt minder eten. Ja, maar de, de, uh, wij waren bij Pieter Wening thuis, kan ik me herinneren. Ja. En toen zei ik: Let je erg op je eten? En toen zei hij: Ja, ik fiets 35.000 kilometer per jaar. Ik let wel nergens op. Ja, maar Pieter is een vakman, hè? Dus ja. die doet alles onbewust goed, onbewust ja. bekwaam. En uh, die let echt wel op z'n eten. Want ik weet ook wel, een paar jaar eerder zat ik met Pieter... en dan uh, was hij aan het zeggen... ik heb nooit veel zin in snoep. Snoep jij wel eens? Als ik een keer honger heb, dan eet ik misschien een blokje kaas... of een paar noten als die zin hebt in snoep. Dus ja, dat is dan toch al wel onbewust iets anders doen... dan als iemand die voor een zak spekjes gaat bijvoorbeeld. Toch? Zeker, ja. Waarom, waarom gaan we het over afvallen hebben? Wat jou betreft, wat is de, 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 de relevantie? <kwijnt> nou, uh, uh, misschien hè, eerst vooraf... Uh, uh, ik denk dat dat voor ons allemaal aan tafel geldt. Eigenlijk worden we op dit onderwerp niet gehinderd door enige kennis. Ik bedoel, ik ben in de eerste plaats uh, bewegingswetenschapper. Ja. Geen diëtist. Ik train mensen. Ik, ik, ik maak geen dieetplannen. Uh, daar zijn heel veel mensen, hebben daar heel veel verstand van. Maar het is gewoon een onderwerp. En volgens mij gaan we het daarom hierover hebben. Wat bij heel veel mensen leeft. Die uh, vaak ook beginnen met sporten. Niet zozeer beginnen met wielrennen of beginnen met fietsen, maar heel veel mensen die beginnen met sporten en het en het doel hebben of het idee hebben: ik wil afvallen. Ja. En dat leeft bij ons ook gewoon in onze praktijk. Leeft dat gewoon? Mm -hmm. Ja. Veel, veel mensen met afval vragen. Absoluut, ja. Of mensen die gewoon al zich als doel hebben gesteld: uh, ik wil afvallen. Niet per se fitter worden, maar gewoon. Afvallen. Precies. En dan inderdaad en dan eigenlijk voor zichzelf al de conclusie hebben gemaakt: ik ga dat doen door te sporten. En dat is eigenlijk dan al een hele interessante. Nou, uh, ja, val je af door sporten? Volgens mij moeten we daar beginnen. En val je af door sporten? Nou, niet, niet per definitie. Want waar zorgt sporten voor is, is gewoon dat de energiebehoefte omhoog gaat. En waardoor val je af? doordat er een negatieve balans ontstaat tussen wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Ja. En als je alleen dan aan de, aan de, aan de consumptiekant, aan de, aan, de, aan de kant gaat zitten, wat voor energie, hoeveel energie het kost, namelijk, dat is wat sporten voor zorgt, dat dat omhoog gaat, maar je gaat ook meer eten, ja, dan verandert er in principe helemaal niets in je gewicht natuurlijk. Zijn er, zijn er, zijn er, zijn er veel mensen, uh, uh, gewoon even meer feitelijk gezien, die, uh, die, door, die, die willen afvallen of door sporten willen afvallen? Of daar veel meer? Ja, ja, heel veel. Ja, ja. zeker. Wanneer nou ben ja, je? kijk, <coughs> sowieso zijn, uh, ik heb ze nog even opgezocht, cijfers van het CWS, die gaan tot 2018. Ja. En 50% van de Nederlanders heeft overgewicht. Ja. Uh, dat is niet wat wij al obesitas noemen, of morbide obesitas. Bijvoorbeeld echt morbide obesitas, dat is 1% ja. van de totale bevolking boven de uh, 18, volgens mij, of 20. Um, maar dan 50% procent boven komt. De ja, dan is je BMI 30. boven de 25. 25. Dan kom je uh, overgewicht. En dan eigenlijk tot een BMI van 30 spreek je van uh, overgewicht. En daarboven pas over obesitas. En uh, als je dan heel hoog gaat in die range, want volgens mij heb je dan in obesitas twee klassen. En dan is de derde categorie morbide obesitas. En hè? dat uh, is waar ze televisieprogramma's over ja. maken. Ja. En wat is BMI? Ja, dat is trouwens een hele goede. Uh, het is dus in principe dat je je gewicht deelt door uh, je lengte in het kwadraat en dan je lengte in meters. En dat is dus een hele simpele rekensom. En dat is een maat die nou, bijvoorbeeld door het voedingscentrum gebruikt wordt. En aan de hand daarvan kan je dan dus zeggen over ja, de gewicht -lengte verhouding. En dat zou dan iets kunnen zeggen over of je overgewicht hebt of niet. Ja. Let wel, deze vlieger gaat dus totaal niet op voor bijvoorbeeld kleine mensen die heel erg gespierd zijn. Maar je maar heeft die... Die uh, nou, bijvoorbeeld, ja. ja hè, die, die, ik denk dat die, uh, als je naar hun BMI kijkt, uh, zullen ze echt geen overgewicht hebben. Misschien ook wel, weet ik. Dat durf ik zo niet te ja. zeggen. Uh, maar dat hebben ze niet. Hè. Ze hebben lage vetpercentages. Dus BMI is denk ik een hele goede maat voor mensen. Omdat gewicht en lengte nu eenmaal makkelijk te meten zijn. En het is een vrij simpele rekensom. Uh, en dan kan iedereen voor zichzelf een beetje zien waar ze scoren. Maar als je uh, zwanger bent. Of uh, heel gespierd en, en, en gedrongen, dan moet je wel met enige voorzichtigheid dit soort uh, formules bedrachten. Oké, okay, dat is zeg maar, gewicht, afvallen uh, in zijn algemeenheid. Ja. Nu in relatie tot de wielersport. Ja, en ik denk in de eerste plaats wat er gebeurt, waarom willen mensen op een gegeven moment afvallen. Uh, dus nog los van de vraag waarom bedenken ze dat dat met sport moet gebeuren, ja. uh, is waarom willen mensen afvallen? Nou, ja, omdat ze voor de spiegel staan en denken, nou, hè, of, of omdat de broek niet meer past, of omdat ze misschien uh, harder willen fietsen. Ja. Uh, en, en, en dat is natuurlijk dan hetgeen wat er al snel denk ik bij wielrennen om de hoek komt kijken: van ja, ik wil harder bijvoorbeeld een berg op. Wat is, wat, wat is het effect van gewicht op de fietspassatie? Ja, die is, die is behoorlijk. Hè? En, die, en die magere zucht, zoals uh, onze, onze Zuiderburen dat zo mooi zeggen, ja. die is in het profpeloton behoorlijk toegeslagen. Ja. Hè? Dat, dat is inmiddels wel bekend. Um, maar als jij bijvoorbeeld uh, 75 kilo en je wil uh, de Alpe op fietsen, nou, dan doe je daar met ongeveer 290 watt, doe je daar een uur over. Ja. Zou je nou een kilo lichter zijn? Dan ga je ongeveer uh, anderhalf tot twee minuten sneller. Ja. En ben je bijvoorbeeld vijf kilo lichter, uh, ja, dan ga je ongeveer drie minuten ja. tijdje. Waarom is dat? Uh, ja, dus. Is niet kilo, lineair. Nee. Nou, het is, het is bijna lineair, maar het niet. Uh, kijk, wat, je, wat er uiteindelijk gebeurt als je op een fiets zit, hè, er zijn eigenlijk uh, drie weerstanden: de hellingsweerstand, dus je gewicht moet die hoogte overbruggen, dus acceleratieweerstand, dat je. Bijvoorbeeld versneld en vertraagd en je rolweerstand. En bijvoorbeeld ook in rolweerstand zit wel weer een gewichtscomponent. En ook in acceleratieweerstand ja. zit een gewichtscomponent. Um, Daarom dus is het niet, niet En de luchtweerstand trouwens, sorry. Maar die is weer kleiner wanneer je bergop fietst. Um, en wanneer de snelheid weer heel hoog ligt, maar je fietst op het vlak, en Dan gaat het weer alleen over de luchtweerstand. Ja. En in die luchtweerstandcomponent zit bijvoorbeeld niet... In die formule zit simpelweg niet de gewichtsfactor. Nee. Dus maar, daar speelt het minder een rol. Dus bij, bij klimmen, dus ook een beetje, ik denk dat veel mensen dat wel weten, dat, dat je gewoon licht hier bent met hetzelfde wattage, kom je sneller boven. Precies. En op de vlakken? Ja, dan scheelt het dus toch wel, want als je zit wel in die. Op het vlakken spelen dan ook drie weerstanden. Dat is dan dus die luchtweerstand. Ja. Verderweg de grootste component. Rolweerstand, maar ook acceleratieweerstand. Ja. Dus de hele tijd de bocht uit, even aanzetten. En in die acceleratieweerstand, in die rolweerstand, zit wel een gewichtscomponent. Maar afhankelijk van hoe hard je gaat, is dat misschien. Die acceleratieweerstand en die rolweerstand zijn maar 20% van de totale weerstand. 80% is luchtweerstand. En ga je 40, 45 kilometer per uur fietsen, dan gaat het richting de 90 of zelfs 95%. Maar eigenlijk is Nederland dus ones vergevingsgezind. Ja, toch? Ja, moet wel we alleen gaan we wel weer niet vergeten. Terwijl ik dit zeg, bedenk ik wel: Ja, de, hou er wel rekening mee dat um, dat gewicht gaat natuurlijk ergens zitten. En in luchtweerstand zit wel weer frontaal oppervlak. Ja. Dus. Ja, ja he, je ja, kan dat gewicht niet... Je vangt gewoon meer Je vangt wel gewoon meer wind, precies. Dus eigenlijk speelt het ook op het vlak. Misschien denk ik wel eens dat we in Nederland wat uh, denken dat het... Het speelt absoluut minder een rol dan wanneer je de Alpe op uh, opfietst. Maar het speelt wel degelijk ook een grote rol. Alleen dat kilootje merk je dan niet zozeer. Maar als je echt veel afvalt, wel. Ik ben heel benieuwd naar de meest gemaakte fout van de wielertourisme. Maar ik ga eerst even naar Lau. Uh, heb je de rol van gewicht... Uh, in jouw totale loopbaan zien veranderen, zeg maar? Of was het iets wat daarvoor nou, ja. speelde? Toch wel een beetje. Als je, zegt, als je zeg maar de top 10 van de Tour is gemiddeld veel lichter dan uh, in de Armstrong-tijd. Armstrong, -tijd. Armstrong ja. was ja. zelf ook 2,73 kilo toen hij ja. de Tour won En nu zijn ze allemaal, na nou, Pogatschar is 65, 63. Ja, Rogliet zelf. Dus ik denk dat het gemiddelde gewicht in de top 10 is zeker met 5 kilo afgenomen. Dat was. Ja, 100%. Het begin, uh, ja, oh. Heeft, dat met, heeft dat met doping te maken ook, dat het, niet, dat het niet nodig was? Maar ja, als iedereen aan de doop zit, zeg maar. Is, 100%. Zeg, ja, ja? ja, ik denk dat het gewicht in bijvoorbeeld uh, Ronde van Vlaanderen nog veel verder is afgenomen. Ja. Dus ah, de echt ja. grote gasten ja. die je vroeger had, hè, die, die Italianen of een, of ja. een, een Bakstedt, ja. dat ja. zijn dat. Ja. Dus Mercedes was ook een grote gast. Ja, waren echt ja. grote gasten. En die, en ik, ja, mijn, ja. Uh, 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 hier krijgen we ongetwijfeld commentaar op, maar ik denk wel dat, dat doping ertoe bijdroeg dat ze enorme motor uh, konden ja. ontwikkelen. Terwijl nu veel meer om de ratio vermogen gewicht veel ja. belangrijker is geworden, omdat die motor op de natuurlijke wijze wel een bepaalde begrenzing heeft. Ja. En, waar, en, en met doping. Waarin konden die natuurlijke grens eigenlijk opgerekt worden? Ja. Waardoor eigenlijk ja, die grote renners, en dat is het ook, dat is het hele probleem met doping. Het is niet als iedereen doping gebruikt, dat je dan een leveling playing field hebt. Dat, maar dat is een andere Grote renners een hadden podcast. meer voordeel. Ja. ja, want die konden dus die motor nog verder oprekken. Fuck, ja. Oké. Okay. Nou, en dat, dat zo maar, uh, ja, Dus het gemiddelde gewicht ja. in het hele peloton is denk ik naar beneden gegaan. Wat heeft dat met het... Uh, maakte, maakte dat je werk uh, leuker? Uh, uh, hoe kijk je er tegenaan, nou, zeg maar? Is het, nee, wat nee, heeft dus, het met jou gedaan? toen stopte, uh, zei hij volgens mij ook... Het, het, het lekkerste aan stoppen is dat hij niet meer uh, ja. hoeft na te denken... over iedere hap die in je mond stopt. Oh, ik dacht uh, over iets anders. <laughs> 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 ik denk we gaan dit heen? <laughs> <laughs> nee, dat, uh, dat zei hij uh, duidelijk. Uh, dat, uh, daar, uh, daar was hij... Uh, Da daar was hij opgelucht van, en bij mij ja. ook. Ik heb nooit meer op de weegschaal gestaan. Hij nee. is gestopt ben. Letterlijk ja. hè? Je hebt echt gewoon. Ja, nee, nee, ik doe het niet meer. He Gezind heb je nu het idee dat je. Ben je er nog bewust van? Ja, zeker wel. Ik probeer wel gezond te eten. Daar komen we verder op in deze podcast ja. wel op. Waar het dan uiteindelijk om gaat. Zit het maar nog ik in je voel wel gezonder hoor, want het was toen inderdaad soms wel eens uithongeren. Je ja. dus hebt over opa verteld. Ik heb volgens mij eens. Volgens mij als eerste of tweede jaar als amateur las ik een interview met Bogert, hoe die dan uh, de tour voorbereid, reed, voorbereidde in 1998, volgens mij. Dat was uh, die deed trainingsblokken van vier dagen, 1 augustus. Dat ging dan de hele winter door en dan kwam hij terug en dan had uh, hij eerst alleen magere yoghurt met fruit. Nou ja, dan lees je dat als junior en denk je, nou, dat of als amateur. denk je, ja, dat ga ik ook doen. Ja, wat de post doet, dat is goed. Dat doe ik ook. Nou, ik was binnen een jaar te mager. Mocht niet eens meer, mocht niet eens meer koersen van de dokter, zo mager was ik. Dus. Uh, weet je toen wat je vetpercentage was? Nou, te laag, ja, echt ja, 5, 4, 5, 3, ja. Ja, weet ik veel. Echt heel laag. Maar ik denk dat ik later ook nog wel zo laag gezeten heb. Alleen toen had ik wat meer spieren, als dat je, dat je 19 ja. bent, dan ben je nog echt een, echt een, een spaghetti, een spriet. Dus dat was voor het eerst dat ik, uh, dat ik in aanraking kwam met van... ja, oké, okay, je kan ook te ver gaan ermee, zeg maar. En uh, later, uh, toen daarna, uh, gewoon de hele tijd normaal gedaan. Net zoals nu. Toen kwam ik nog een keer met geraat in contact. En die had toen ook een diëtist. Toen hij op hoogtestage was, ja. alle suikers werden eruit gegooid. Ja. Zeg maar, niks, niks waar suiker mee in zat. Nou, dan denk ik, ga ik ook beginnen nou, Binnen no time was ik ook heel mager, zeg maar. Of te mager. Dus dat zijn echt wel dingen dat je, dat je er soms te ver in kan gaan. Ja. ja. Wie, wie, uh, hoe, hoe ver ben je gegaan? Uh, nou ja. Tot over het randje? Ja, wat is over het randje? Uh, ik zei toch altijd, uh, ik ben in vorm als ik nog een odol heb. Nou ja, ja. ik heb dus ook wel eens de uh, laatste week van de Tour... of de laatste twee weken van de Tour geen odol meer, gegaan, ja. meer gehad. Dus dan ben je al echt wel op hormoonniveau aan het interen, denk ik. Ja. Hm. Maar dat weet je misschien beter. Ja, uh, maar dat is... Kijk, dat is professionele sport. We moeten niet doen dat... Dat het niet gezond. heel oh, gezond nee, is. Nee, 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 zeker niet. Um, dus ja, ik zou het niemand aanraden. Nee. Laten we. We komen zo nog wel terug op open verteld. Maar uh, terug op de vraag: uh, de meest gemaakte fout van de. Want we gaan het zo meteen. Uh, ja. gaan we het gewoon hebben over hoe dan. Hè? Dus ja, dit is allemaal nog inleidende beschietingen. Um, wat is de meest gemaakte fout van de amateur? wielrenner? Uh, dat ze denken: ik wil afvallen. En ik ga dat doen door te gaan sporten. Nou. Dus aan, aan, aan de knop. Uh, uh, energieverbruik gaan draaien. Zonder na te denken, van ja, maar misschien moet er dan aan de, aan de kant van de energieinname uh, iets veranderen. Nee. En, en, en dat werkt niet. Uiteindelijk, heel simpel, uh, van sporten val je niet af. Nee. Nee. Van minder eten hoe, dan je verbruikt. Hoewel hoe dan? Ja, ja van, het, van het veranderen van je eetpatroon. En dat zou heel goed hand in hand kunnen gaan met uh, sporten. Maar uh, dat hoeft niet per se zo te zijn. Want je zal zeker voor de beginnende fietser, die zal merken uh, dat wanneer die begint met sporten, dat hij vooral onwijze honger gaat krijgen. Ja. En dat hij om die honger te stillen heel veel gaat eten. Sterker nog, het komt niet meer dan eens voor dat juist de beginnende sport er eerder aankomt, omdat ja, zijn lijf iets meemaakt. Wat, wat niet eerder is gebeurd. En die denkt vooral, ja, ik, ik moet die. Die bizarre hongerstillen. En dat is denk ik ook waar we het straks nog over moeten hebben. De, de, de invloed van de hersenen, van het brein op, op wat wij eten en wanneer en, en hoe daarmee om te gaan. Is zo'n ontzettende belangrijke component. En dat is ook wat mij opviel. Ik weet niet of we nu al naar de hoe dan gaan. Maar als Die je bijvoorbeeld... Ik, ik heb natuurlijk voor een maand wel eens echt hele lange trainingen gedaan. Weet ik veel, zes, zeven uur uh, knijterhard fietsen. Dat je met, uh, weet ik veel, 6000 kJ zegt dan je powermeter thuis komt. En wat ik, dan, wat ik dan merk is dat ik die twee dagen daarna zo zin heb om te snijden. Alsof dat lichaam of die brein denkt van... Nou, de, er is nu iets gebeurd twee dagen geleden. Daar ga ik me even tegen wapenen. Weet je wel? Dus ook uh, ja. supercompensatie misschien in, in juist juist meer willen eten. Ja. Dus dat is mijn ervaring ook bijvoorbeeld. Ik heb ook wel eens gezegd van die bikepack-trippies. Want dan weet je nog dat we dat dan gingen we naar uh, Girona en dan gingen we bikepacken... en dan ben je de hele dag aan, de, aan het fietsen. Daar ga je niet van, uh, nee. daar val je echt niet van af. Want ja. je gaat lunchen nou, je vreet je helemaal klem en dan ga je s'avonds nog een keer klem vreten. En je zit om een kampvuur en je eet een reep chocola op. Wat ik merkte bij mezelf van afvallen was dat als ik het normaal hield, dus bij wijze van spreken twee uur te, trainen per dag. Dat was voor mij het meest uh, effectief. Omdat het lichaam dan niet daarna denkt van... nou, er is me nu iets wat iets gebeurd ik, waar ik me echt tegen moet gaan wapenen. Want uh, ja, twee uur trainen, dat, uh, dat voelt voor mij als gewoon. En dan is het ook makkelijk om toch een normaal ontbijt te eten. Vrij normaal te lunchen, normaal avond eten. Ja, dan, heb je, dan zit je sneller in die negatieve energiebalans... als dat je acht uur op de fiets gaat zitten. En je lichaam denkt, ik wil alleen maar pizza en appeltaart... en bier en noten en chips. Nog eventjes één uh, zijstofje, want hij uh, luistert vaak over KJ's. En uh, hij, volgens mij heb je ook wel eens gezegd, nee, je moet de KJ's meten, niet de calorieën. <laughs> kan, ja. kan je dat even duiden? Ja, kilojoules. kilojoules en ja. kilocalorie of calorieën? Ja, dus uh, in principe, is zowel joules of kilojoules, wat gewoon duizend joules is, net zoals uh, we hebben het vaak over calorieën, maar dan bedoelen we eigenlijk kilocalorieën, ja. uh, is gewoon een maat voor energie. Ja. En, uh, Wat is het verschil? En, en niet. Oké. Okay. Ja, de calorie is ooit een maat. Maar is het ja. zoals uh, centimeters en inches? Ja, precies. Je merkt gewoon, ja, ja, al, je meet gewoon ja, afstand. Ja. ja. En ja, een, alleen een calorie maken. is dat je een uh, liter water, de energie die nodig is om een liter water één graad te verwarmen. Oh, maar ook hier kan uh, opgekommend worden. Ja. <laughs> Want wellicht ja. is het. het uh, de uh, Of het of is een medel. gram water. Wat zou het? En dan één calorie. Ja, ah, het, nou, het, het is een andere een, maat voor dezelfde... Precies, precies. Uh, En KJ uh, is... Net zoals je zou ook uh, paardenkracht, waar we, dan ja. hebben we het vaak over auto's, zou je ook prima een wattage kunnen uitdrukken. Ja, ja, ja uh, precies. En paardenkracht is iets van 750 ja, maar het watt. zit toch ook zo, de, de SRM die geeft, of de SRM, je powermeter, je ja. Meter. ja. die geeft, uh, de SRM, opa vertelt, <laughs> die geeft KJ aan. Ja. Maar dat is uh, ja, niet dus, per definitie... Dat kan je zeg maar één op één met je, met je verbruik meten. Omdat je lichaam is maar 25% efficiënt. Want je ja, je... ja, ja 20 tot 25%. 25% die... ben je heel efficiënt. Ja. Maar ik, het is gewoon zo. Hè, bijvoorbeeld Als je het hebt over vermogen. Dan ja. heb je het bijvoorbeeld over dat je 200 watt fietst op dat moment. Hè, en dat is dan joule per seconde. Dat ja. is een watt. Um, maar als je nou die wattages de hele tijd... Of die joules... De hele tijd door blijft tellen tijdens je training, ja, dan weet je op een gegeven moment hoeveel je verbruikt hebt. Um, dan is het wel heel belangrijk, de output die jij levert op de pedalen, die is ongeveer vijf keer kleiner dan wat het, wat het lichaam nodig heeft. En dat bedoel jij, en dat is dan hebben we ja. het over efficiëntie. Um, op het moment dat jij dat vermogen op de pedalen wil leveren, uh, dan gaat eigenlijk maar 20% van die energie. Daadwerkelijk naar de pedalen toe. De, de rest heb je ja. er ook nodig om dat hele het lichaam. Wordt en, ja. Het wordt warmer, er gaat heel veel verloren ook aan warmte. Hè, dat hmm. is ook allemaal energie. Nou, we weten natuurlijk allemaal, ja, de, de thermodynamische wetten uh, schrijven natuurlijk voor dat geen energie verloren gaat. Het wordt alleen omgezet in een andere vorm. Okay. Maar lang verhaal okay. kort, de KJ's op je SRM, ja, <laughs> ja. die kun je één op één vertalen. Die kun je ja. eigenlijk één op één vertalen aan wat je die dag extra hebt verbruikt bovenop je rustmetabolisme. Ja. Tom. Nou, het is simpelweg wat je dus verbruikt heb tijdens die training, ja. um, maar daar zit dus en daar op. zou je ook calorieën voor kunnen gebruiken ja. nogmaals. Maar een uh, kilojoule okay. is voor en veel mensen. zou ik uh, dat bij 3000 kJ ging ik altijd bier drinken ja. s'avonds. Ja. Dus ja. Dus krijg krijgen weer. Ja, maar de, je, je had ook wel eens een peeltje, maar dat doe je nu. Het is altijd bruin bier nu. Hè? Ja, oudbruin. Oudbruin. Oké, we Houdt gaan. We gaan die dus van. eventjes je je wel twee uur na mijn finish van mijn training. We gaan je precies. Daarna ga je staan, zit zo te wachten in de keukentafel. Zet de stopwatch. Is is dat twee uur? Hoezo? Ja. 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 Een biertje op, een biertje voor je neus, hè? gewoon alleen maar kijken. <laughs> uh, ja, dat heb je allemaal teweeg gebracht, uh, Jim. Uh, vetverbranding, ja. Dus als ik, uh, als ik gewoon lekker uh, drie uur rustig ga fietsen, heb ik altijd geleerd. Dan uh, zit je in je vetverbrandingszone en dan val je lekker snel af. Ja, ja. Ik denk ook, deze, deze podcast kan zoveel omvattend zijn. Hier ja. kunnen we ook gewoon een hele eigen serie over beginnen. Ja. Ja. <laughs> um, we moeten misschien ook oppassen niet van de hak op de tak te gaan. Maar inderdaad, één uh, van de... Oké, okay, ik, ik, ik wil afvallen. Ik ga dat met sporten doen. Dan is eigenlijk uh, de, de eerste de beste Google search die dat uh, oplevert is... Uh, ik moet dat kablijkelijk doen op lage intensiteit. Um, nu kunnen we meteen de boom op gaan zetten waarom dat eigenlijk best wel onzin is. Want zoals we nou. net hebben gezegd, nou ja. ja. Nou, doe maar. Maar ik snap ook niet waarom je zegt van de hak op de tak. Want het is toch juist, uh, vetverbranding is toch iets wat heel veel mensen uh, synoniem uh, achteraan aan afvallen? Uh, nou ja, niet per, of het per se. Nou klopt Kijk, of uiteindelijk niet. gaat het om een negatieve energiebalans. Ja. Dan val je af. Ja. Um, Meer verbranden dan dat je erin stopt. Precies. Lekker, dus, weet dus... je, als je wil afvallen, moet je lekker grijs trainen. Nee. Oh, jammer. Nee, nee, nee. Ik denk uit. Nee, nee. leg, 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 ja. We gaan even zitten. Nee, kijk, dus het draait om die negatieve energiebalans. Ja. En dan nou wil ik wel straks, voordat we dan zeggen oké, okay, dat iedereen calorieën moet gaan tellen. Ik ben, daar, ik ben juist vervent tegenstander van al te veel tellen van ja. calorieën. Omdat je hersenen daar heel goed toe in staat zijn, eigenlijk aan te geven wat wel en wat niet werkt. Alleen, soms moet het weer even een beetje op het goede pad gebracht worden. En daar kan het helpen van calorieën wel voor werken. Maar daar moeten we dan straks op ingaan. Ja, ja. Waar we het nu over hebben, is uh, oké, okay, ik wil afvallen. Dat doe je dan met die negatieve energiebalans. En dan is het dus een van de eerste gedachten die mensen hebben. Ik moet vet gaan verbranden. Ja. Nou, en dan loopt nu op de sportschool in. Dan wordt Dat ook gezegd, zegt, ja. we gaan op, op lage intensiteit uh, uh, sporten. Want, wat is de gedachte daarachter? Op lage intensiteit verbrand je relatief meer vetten dan koolhydraten. En die koolhydraten, ja, die liggen toch maar opgeslagen in de spieren. En een, een beetje bloedglucose, dat, dat die glycogeenvoorraden, die zijn er. Maar die vetten, daar wil men, hè, die, die opslag van vetten, daar wil men dan vanaf. Maar het is dan niet zo dat als je um, op een hele lage intensiteit sport, ja. dan verbrand je misschien wel heel weinig koolhydraten en relatief veel vetten. Maar op een veel hogere intensiteit verbrand je weliswaar uh, relatief minder vetten ten opzichte van de koolhydraten, maar absoluut veel meer vetten. Ja. Dus verbrand je uiteindelijk ja. meer koolhydraten. Dus meer kom je eerder in die negatieve energiebalans. Ja. Dus dat je om af te vallen 10.000 stappen moet gaan zetten. Nee, als die intensiteit gewoon te laag ligt, eh, dan is het absolute aantal niet genoeg. Wellicht niet genoeg om die negatieve energiebalans te bereiken. Ja. Maar of je die negatieve energiebalans bereikt, hangt eigenlijk nogmaals niet zoveel af van. Hoe hard je sport of beweegt of wat je doet, maar vooral hoe die inname kan ziet. Voor mij zit. was het inderdaad dus makkelijker om die negatieve energiebalans te krijgen bij twee uur trainen dan bij zeven uur trainen. Ah. Ja, Vond kijk. Omdat je twee uur hard ging. Nou ja, als je zeven uur traint dan stop je voor appetitslag. Ja. Ik weet van wat, als je twee uur traint dan uh, dat kan best wel zonder eten. Of met één stripje bloks. maar ja. in ieder geval 200 calorieën op 400. Uh, als ik twee uur train dan verbrand ik 1600 calorieën. Ja. Reken op. Dus als ik dan uh, 200 opeet, ja. één stipje blok na een uur, en na twee uur ben ik thuis, dan zit ik op 1400, zeg maar, effectief extra verbrand aan wat ik heb gegeten tijdens die training. Ga ik zeven uur trainen, nou, dan heb ik zeven keer acht, dat is uh, oh, 6500. Ja. 5600, ja, ja, 6500 mag ik niet zeggen natuurlijk, maar 5600. Maar dan ga ik al veel meer eten, dan ga ik op die 100 gram per uur zitten, dus dan uh, heb ik 2800... Uh, dus dan zit ik nog maar op 2800 ja. extra, terwijl ik vijf uur langer ja. heb getraind. Ja. Of dan zit ik op 28. Dus ik op 1400 extra, terwijl ik ja. vijf uur langer heb getraind. En plus het feit dat mijn lichaam denkt van ja, maar hier heb ik even een ja. optate gehad. Exact. Dus, dus, dus die 2800, die wordt er heel snel weer bijgegeten. Direct naar de, en je denkt ook van nou, ik heb zeven uur getraind, nou kan ik toch eens even. Ja. Uh, hoef Zeker. ik eens even nergens naar te kijken. Ik denk dat heel veel mensen ja. dat zullen herkennen. En dus voor mij werkt het dus als ik uh, ja, maar zeg, ook, als ook ik train onbewust, om af te hè? vallen. Ja. Ja, Onbewust, of ik weet, niet. als ik train om af te vallen, dan heb ik inmiddels een schade en schande van 30-uurige trainingsweken. Hoef ik het dan niet te hebben? Vroeger Precies. hoefde ik het niet te hebben. Dan kan ja. ik beter een, een 14 uur weekje draaien en gewoon uh, best wel gefocust met zeed zijn. Degene die dat tot in perfectie, uh, uh, tot in detail heeft uh, geperfectioneerd, is Thomas Dekker. Want die heeft dan twee manieren. Of ik ga trainen om beter te worden. Of ik ga afvallen om beter te worden. Maar die doet ah. het nooit samen. Ja. Dus, nou, ik uh... denk dat dat ook een hele belangrijke is. Uiteindelijk moet je dus ook gewoon luisteren naar wat, die, wat je hersenen vertellen. Alleen soms moet het wel weer even goed op het juiste pad gezet ah. worden. Dat die prikkel goed doorkomt. Eigenlijk, wat dat betreft is het lichaam een geweldige machine die jou precies kan vertellen. Wat je wel en wat je niet eten. Maar moet, moet eten. je dan altijd met een beetje honger naar bed gaan? Ja, of ja, moet je soms uh, nou, dus, opstaan nou ja, kijk, en denken: van de... hé, hey, ik heb eigenlijk wel honger. Dus oké, okay, ik heb gisteren misschien wat te weinig. Maar moet je naar maar luisteren natuurlijk... wat zeggen je hersenen als je 300, 400 uh, calorieën ja, negatief zit? Ja, en, zet en, op en dag? mensen die op een gegeven moment uh, uh, 30 kilo overgewicht, uh, die, die tot het punt zijn gekomen dat ze 30 kilo overgewicht uh, hebben. Ja. Kunnen we er niet van uitgaan dat die hersenen op dat gebied het perfect Super ontwikkeld doen? Zijn. Nee. Dus die moeten, nogmaals, hè, en, en wat dat betreft, ja, ga misschien dan met een, met een diëtist werken maar, en ga er goed over nadenken, maar ga misschien, ik wil dat punt vooral maken, ga niet al te veel, uh, te snel willen gaan en alleen maar calorieën tellen. Die nee. disclaimer wil ik ja. vooral uh, ja, dat is maken. Dat is dat, daar maar... geloof ik niet in, want uiteindelijk zou je lichaam er namelijk perfect toe in staat moeten zijn, maar moet het misschien wel weer doordat je ja, bepaalde producten uh, uh, links moet laten... Uh, uh, op de juiste weg gebracht moeten ja. worden. Ja, waar ik een beetje op aansla is dat, dat deel van... je moet zorgen dat je hersenen je goed de waarheid kunnen vertellen ofzo, of zo. Dat je, dat je nou of ja, dat je de signalen oppikt die nodig zijn... om te weten wanneer de balans is en wanneer er disbalans is. Precies. Uh, en Kijk, want in het geval van Laurens... Dat hij dat zes, zeven uur gefietst had en dat die dan, uh, dat dat lichaam zei van joh, eten, 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 eten. Is wel gewoon een hele gezonde prikkel. Ja. Want als die uh, he, gewoon evolutionair beschouwt, als die inderdaad zeven uur, uh, uh, ze hebben zijn. Hele uh, huishouden had moeten verplaatsen in een grote volksverhuizing. En daarvoor zeven uur had moeten lopen. Eventjes wat dagen uh, rust kon nemen. Maar daarna weer op pad moest. Want het uh, land was ondergelopen. Ja, dan moest zijn lichaam daar wel weer toe in staat zijn. Dus het is natuurlijk wel een hele gezonde prikkel die Laurens kreeg. Dat hij moest gaan eten, 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 eten. En dat die voorraden weer aangevuld ja. moeten worden. Okay. Alleen het is dan. Ja, evolutionair gezien kan je niet in je lemenhut een kastje open trekken... en een pak spekjes naar binnen douwen. Dat, dat zijn is de, even dat, waar zijn de, waar het dat zijn de calorieën en dat is de disbalans die cruciaal is. Wat zit, jij zegt, ja, het gaat er ook vooral om wat je eet. Is, zijn, daar, zijn daar vuistregels over, uh, tips misschien wel, dit laten staan, dit, uh, dit vooral uh, ja, pakken? Wat er, wat er denk ik gewoon in de afgelopen honderd uh, jaar enorm veranderd is... is onze koolhydraatinname. Ja. En dan met name de, 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 de minder complexe, gewoon de, de suikers eigenlijk. Dus de industriële vorm van suiker. Um, wat in frisdrank, koekjes, ja. snoep, dat soort suikers. Processed shit. Precies. Dat is daar is zo'n overdaad van. En er zijn ook studies die laten zien wat de invloed is van suikers op je hersenen. Dat, is, dat zit bijna in het soort van het verslavingsspectrum ja, ja. uh, à la, uh, heroïne. Ja. Um, daar kan je evolutionair ook weer het een en ander van uh, uh, over bedenken. Waarom? Ja, dat dat vroeger er veel minder was. Dus als het er dan was, dan wilde je dat echt graag tot je nemen. Um, maar dat, dat, ja, die overvloed, die overdaad, uh, uh, ja, behoorlijk negatief effect heeft gehad op ons. En dat zie je ook. In de, we zijn de afgelopen honderd jaar alleen maar dikker geworden. Wat zijn de goede koolhydraten? Ja, de complexe koolhydraten. Wat dus is dat, dat, ja, dus dat zijn dan is de, de, de streng de, de moleculaire verhouding van de koolhydraten zijn dan een stuk langer. Nou, en dan de hele complexe koolhydraten, dus bijvoorbeeld een speldbrood, eh, ja. dat soort. Voor kor, uh, Precies, ja. Eiwitten. Ik mag geen voor passen met koken van tes. Oh. vindt ze niet lekker? Korrijst komt er ook niet meer in. Nee. Slecht rijst, Slecht, ja, ja, precies. Ja, ja, dus... Dat zijn de complexere ja. koolhydraten. Ja. Waarbij je maag, dat hou ik altijd een beetje aan. Waarbij je, waarbij als je het ziet, een beetje, oh, je moet mijn lichaam wel werken zeg maar, <laughs> Om dit te verwerken. Havermaat is er ook zo een. Toch? Ja, ja, precies. Echt, dan, dat, dan heb je tot ja. de lunch geen honger, zeg maar. Ja, nou dus je, je dat merkt dat. Bij, ja. Ja. Nou ja, precies. En dat is dan weer, en dat is ook zo, wel weer zo belangrijk, dat is weer per individu uh, uh, verschillend. Want er zijn ook mensen die juist bij precies diezelfde maaltijd weer veel eerder dat hongergevoel hebben. Oké. Okay. Maar nou, ik merk bijvoorbeeld, Tess, die merkte dan wel bijvoorbeeld van de businessmolen, dat speldbrood. Ja. Daar heb je het dan over. Sinds ja. 2012 werk ik dus met de businessmolen samen. Dat ze dan inderdaad minder snel honger had. Als dat ze gewoon een, een Albert Heijn boterham had. Zo. Precies. Ja, en, en, en dat is, ja, dat heeft de, de, de commercie of de industrie heeft daar ook een hele grote rol in gespeeld hè. de afgelopen 50 jaar. Heeft er heel erg ook op gehamerd dat vetten ongezond voor ons waren. En dat koolhydraten, die konden we een soort van onbeperkt tot ons nemen. Nou, en dat is ongeveer weer. Nou, pak een beetje tien jaar geleden is dat helemaal omgeslagen. En uh, is, ja, is, is koolhydraten nu de grote boom. Ja, maar jij zegt dus, uh, wij eten te veel koolhydraten eigenlijk. Nou, of, in een, in een, in een gemiddeld westers dieet eten wij heel veel ja. koolhydraten. Voor ieder individu moeten we het natuurlijk per individu bepalen. Maar het is wel zo dat, nou, wat ik net al zeg, 50% van de Nederlanders kampt met over, overgewicht. Um, en, 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 dat en, en, zijn behoorlijke en, en, getallen. En, en, maar ja, dan wijs je niet naar de bruine boterham, maar dan wijs je meer naar het de zuivering. Ja, dan zit hij meer aan dat die dat kant even, van het spectrum. Ja. Precies. Maar dan boterham. Kan je, Nou, precies. Kan je nog steeds afvragen uh, als je ochtends brood eet en smiddagsbrood, brood en, uh, en, en, en ook de. Ja, de maaltijd s'avonds heeft bij veel mensen een flinke koolhydraatcomponent. Ja. En um, ik, 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 ik wil wel even, ik zit wat dat betreft in geen enkele. Vaak zijn die, die, die scholen qua diëten, dat zijn, dat, dat is behoorlijk fundamentalistische maar, maar, hoekjes. Dit, volgens mij kunnen we dat Dan wil hun, ik een beetje vandaan ja, dat blijven. Snap ik, en want je bent en dan geen diëtist, ik denk dat je daar niet. <laughs> ja, ja. Maar nou even, just, en oké, okay, dus dat is, dat is de slag om de arm zeg maar. Ja, maar nu ja. even dan meer persoonlijk. Als jij wil afvallen, ja. Uh, gewoon jij, als, ja. als, als mens, zeg ja. maar. Dan doe je echt wel de dingen die je op dat moment het beste lijken... en daar heb jij over nagedacht, ja. zeg maar. Wat doe jij persoonlijk? Ja, ik, op trainingsdagen, ja. dus dat je gaat fietsen... en op niet-trainingsdagen. Ja, zeg maar. niet, ik, ik let er dan vooral op dat ik op niet-trainingsdagen... En er zijn er helaas veel te veel op het moment. Maar op die trainingsdagen wil ik er dan voor zorgen dat ik dat de porties kleiner zijn en dat de koolhydratencomponent kleiner is. Ja. Of dat ik bijvoorbeeld mijn koolhydraten veel meer haal uit uh, groenten. Ja. Né, uh, dan, er zitten niet uh, veel koolhydraten in. Nee, maar er zitten zeker wel koolhydraten Grote in. Border, Hè, voor veel mensen border. gaan daar best wel aan voorbij. Ja. Dat, uh, alsof je koolhydraten alleen maar uit, uit, uit witbrood en, uh, en uh, pasta moet halen. Um, en ik ben ook met je eens dat als het niet een rustdag is, kijk, het is niet zo dat ik dan bijvoorbeeld drie maaltijden per dag ja. geen koolhydraten eet, ja. of dat ik drie maaltijden per dag koolhydraatarm eet. Um, uh, ik ik, ga ik ook heb ook niet, op, hoor. ik heb ook geen overgewicht, gelukkig. Maar, ja, dus ja, wat ja, dat, dat betreft we, dat ja, ik, uh, mensen, Koolhydraten uh, maak je ook wel blij, toch? Maak je? Maak je een beetje blij? Um, of uh, ga ik nu ook? Uh, nou, niet dat per se. heeft Paul Martens me altijd geleerd. Nee, het is wel. Ja. <laughs> Ja, nou kijk, maar dat, nee, anders gezegd, dat, dat macronutriënten een andere invloed hebben op hoe je je voelt uh, na afloop van die maaltijd. En dat, volgens mij heb ik dat ook wel eens in een podcast gezegd, dat je eigenlijk ook uh, traint wat je eet. Dus als jij veel snelle suikers naar binnen gooit, ja, dan moet dat lichaam ook, hè, die, die, die wil je niet opslaan, nou, die wil je gaan, die nou. wil je rammen. Dus dat je daar ook met dat soort dingen rekening moet houden, ja, dat is absoluut een ding. Heel even terug naar die vraag. Dus op dagen dat je eigenlijk is de, de de knop waar je draait koolhydrateninname. Ja precies. Uh, ja, dus is dat ook? Klopt dat? De, nou, dat de, is zo voor mij is dat is, werkt dat. Hè? Maar ja. je, uh, bijvoorbeeld ja, maar uh, dat... ook een methode is dat je juist zorgt. En, maar voor ieder individu moet je. Er... Kijk, wacht even. Weer een paar stappen terug. <laughs> uh, wat ik net al zei, volgens mij gaat het er vooral om dat je dus gaat kijken naar oké, okay, wat is de energieinname en wat is de energieverbruik? Ja. Uh, dat moet je te, in ieder geval in eerste instantie in balans brengen. Vervolgens kan je er dan voor kiezen dat je met een negatieve energiebalans werkt. Ja. Dan is het wel weer heel belangrijk dat die negatieve energiebalans. Ondanks dat je een hele ambitieuze jonge, uh, jonge man bent, heeft het helemaal geen zin om die negatieve energiebalans heel groot te maken. Ja. Dan ga je ook niet verbeteren in, in je sport. Dus dat werkt überhaupt niet. Denk bijvoorbeeld dan over om een kleine energiebalans te hebben op je rustdagen. Maar waar het dan ook om gaat, als je gaat kijken naar die energieinname, is eerst eens in een kaart brengen wat is nu het patroon hm. Kijk, wat heel erg belangrijk en wat vastzit aan eten, is cultuur en routine. Veel mensen. Lunchen op een bedrijf waar ze een warme maaltijd kunnen eten, omdat het er is. En op een gegeven moment ben je gewoon twee keer per dag een warme maaltijd aan het eten. En kan je op een gegeven moment ook de vraag stellen: ja, wat, wat eet ik nou precies? En hoeveel eet ik dan per dag? En maar is dat dan eerst per dag een warme maaltijd? Nee, maar vaak zijn dat wel serieuze hoeveelheden. Maar zit, nee, het is niet per se serieus. Er is meer groente bij, toch? Dus kijken naar wat nu je eetpatroon is. En ga daar vanuit dat eetpatroon, dan kijken: oké, okay, wat kan ik dan doen om dat te gaan tweaken? of dat anders te gaan doen. En misschien kom je erachter dat je havermout net zo lekker vindt als, als, als krusli, waar super veel suiker in zit. Ja, en, en op het moment dat je dat gewoon even verandert, dan merk je al dat er een dat, dat er, dat er veranderingen optreden. Zelfde vraag. Zo voor klein jou. kan het zijn, hè? Zelfde vraag voor jou. Nou, ik in... vroeg op die twee mijn maaltijden aan, want ja. ik, ik kreeg, ik heb dus ook een keer in 2008, toen kwam Peter S. bij de ploeg bij Rabobank. Toen dus hadden we voor het eerst een diëtist. Ja. Nou, dan begint hij dus inderdaad met, uh, toen had je mijn fitnessbal bestond natuurlijk nog niet. Happy zijn van uh, de laatste jaren toch Jim? <laughs> en uh, uh, toen moest ik dus inderdaad uh, drie dagen bijhouden wat ik at. En toen gaf hij me dus inderdaad het advies om meer groenten bij de lunch ook te eten. Om dus je minimaal 200 gram groenten, maar liever 400 gram. Om dus twee warme maaltijden te eten of in ieder geval meer groenten bij de lunch. En ja, dat zorgt natuurlijk ook wat meer voor maagvulling. Waardoor je bij de lunch in plaats van uh, acht boterhammen, vier boterhammen nog had. Uh, of... Wat ontbijt jij op, uh, op uh, ik, ik weet het, maar gewoon eens eventjes. Doe eens eventjes nou, Ja, jij... vroeger was ik daar wel scherper op hoor. Dan had ja? ik echt van die. Uh... Als ik dan drie uur ging trainen, of pas na, met meer dan drie uur trainen, had ik havermout, Daarvoor had ik brood, dat vond ik lekkerder. En uh, volgens mij twee uur trainen, twee boterhammen, drie uur trainen, drie als boterhammen. Echt... echt ja. Weet <laughs> je, al van die regels die geen ja. één diëtist maakt, maar dat ja. heb je dan voor jezelf. Nee, en dat dan daarin. Ja, in gesleten zijn. Hou vast. Ja, ja zodat je ja. die alertjes op die benen zag. Ja. hè, en aan het eind van je training, lekker leeg uh, ja. Nu is dat heel anders. Ja, maar ja. die. die um,

ja, die ja. Was in het begin was hij weer normaal gaan eten. En toen was hij, uh, was hij was ik 70 kilo. loop heb ik alle suikers eruit gegooid. Ja. Nu ben ik 65 kilo. Ja, maar dan heb ja. je het wel weer over ja. de suikers. Dus ik denk dat dat wel een groot component is. Maar ja, ik ben inmiddels wel, uh, wel zo verstandig. Ik word ook geen 8 kilo te dik meer. Omdat bij mij dus inderdaad uh, dat brein wel, uh, wel werkt. Aan de bel trekt. Ja, aan de bel trekt op ja. tijd. Uh, dus, dus voor mij is het nu veel relaxter. Omdat ik mezelf ook nooit meer uithonger. Maar Wat dat is natuurlijk wel gebeurd. Dus alle handen of wel verder. Ja, die heb ik ook op staan. Hè? Clean eating. Nou, dat heb ik ook. ook Iemand bij mij, in de, in ja. de, toen hij in de Main cave woonde, dat is ook zo eentje die gewoon heel. Uh, Sam is dus het tegenovergestelde, die houdt van sausjes, ja. die houdt van pesto, die houdt van. Iemand die zag die staat super scherp, maar ah. die zag ik bij mij in de Mankave eten, jongen. Dat was niet normaal, maar het was altijd rijst of pasta met een beetje olie, misschien. Ah. Maar voor de rest, uh, niks, ni niet heel veel qua sausen, nootjes, gewoon van die hele calorie, hoge densiteit. Als, je, als jij veel traint, kan je echt borden pasta en rijst opeten, word je bang van zonder ah. dat je aankomt. Ja, ja. toch? Als je, ja. Maar het is natuurlijk nog niet zo lang geleden. Kijk, tegenwoordig wordt er ook bijvoorbeeld in grote rondes bij profploegen. Uh, gewerkt met, met, met personal plates. En, en echt ja. Ja, precieze calorieën. Goed, en de juiste verhoudingen, macronutriënten per renner. afgestemd op wat ze die dag hebben gedaan. En een belangrijke reden daarvoor was. is dat we in het verleden zagen dat ronde renners. zelfs in de top van het klassement. eigenlijk in een ronde zwaarder werden. Mm -hmm. Wat natuurlijk best bizar is, want ja. hun energieverbruik was enorm. Maar toch. En dan met name op de dan wat rustigere dagen werd er wat te veel gegeten. Dan komt hetzelfde mechanisme naar boven als we het net overal hadden. Precies, omdat lichaam... ze dus dachten van ja, fuck man, uh, over drie dagen moeten we de Alpen in. Eten, 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 eten. Um, ja, dus het signaaltje naar de hersens, voor... eten, 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 eten. Ja, en, dus en, dan eten. Voor die, voor die, en dan voor die, ja, en op zich is het vanuit een gezondheidsperspectief super logisch. Maar toen ik ja. ja. die persoon ja. dat dat lichaam zegt, kom alsjeblieft een kilootje aan man, honger je jezelf even niet ja. zo uit. Maar toen ik die personalized plate kreeg, toen was ik wel af en toe ook echt verbaasd van de grootte van de porties, hoe groot ze waren. Maar ja. dat kwam dus, dan was je ook weer verbaasd van dat je er één een, een lepeltje pesto naast zat in zo'n zo bakje, weet je wel. Terwijl, ja. Dus, uh, uh, dus als je, je, als je, als je, je het hebt over clean eating, ja, ja, uh, ja, pasta, ja. zeg maar, wat we dan kregen, zijn gewoon droge boterhammen met niks erop, ja. toch? Als je het, zeg maar, gaat ontleden aan, aan macronutriënten. Ja, het ligt eraan wat voor boterham dan wel. Maar ja, het is waar. Ja. Nou, een, een witte boterham bijvoorbeeld, dat is wel weer anders dan die volkoren boterham. Maar dat geldt ja, ook voor de Ja, maar ja, witte pasta. pasta is ook. Uh, dus maar. in principe kort te vergelijken ja. met, de, met, met droog brood. Wat je aan het eten ja. was met een heel klein beetje olie. Maar echt een heel klein ja. beetje olie. Maar ja. dan kreeg je dus heel veel droog brood te ja. eten. En dat is ook wat zo ja. nou, verder. Nou, ja, die, is, veerti, uh, die nou, is 41, denk ik inmiddels. Maar wat maar. deden die gasten dan? Want ik bedoel, kijk, de voedingswaarde van dat soort producten, hè, als je dan gewoon gaat kijken naar, uh, naar vezels en naar vitamines, is dat die de, 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 Weinig. Ja. Uh, maar er was ook vezelarm voor moet de bergen. Je wel, en... Moet je wel zorgen dat je dat aanvult, anders functioneert het lichaam nou, ook niet. Ja, je kan niet op alleen we maar... Kregen, we kregen dus op, op vlakke dagen verkoren pasta inderdaad. En dag voor een berg het witte pasta. Dus daar was, daar was al echt over nagedacht. Met die personalized plates ja, bedoel ik. Ja, places. maar je hebt ook groenten nodig bijvoorbeeld. Anders ja. werkt het niet. Ja, nee, en je hebt van... ook eiwitten nodig. Anders. Is waar, is waar. Maar dan kregen we zelfs van die, van die, van die, van die uitgepeste groene drankjes en zo. Oké, okay, ja. Spina, okay. Spinazie uh, nee, kijk, shakes. Volgens mij, dat is even, het wordt er juist uh, ook dus in die grote rondes... Ongezond gegeten, dat Nee, met, nou ja, tegenwoordig dus veel ja. beter. Vroeger konden ze dus eten, eten, eten en snaaien van bevetten wat ze wilden. En nu wordt er veel beter over nagedacht. En zorgen ze er ook vooral voor dat de, dat de balans tussen die macronutriënten... dat ze voldoende ja. voedingsstoffen binnenkrijgen. Maar wat het gevaar al... denk ik ontstaat vooral bij wielrenners die dan... Juist ook op eigen houtje het hele jaar door alleen maar calorieën aan het tellen zijn. En onvoldoende kijken naar, ja maar wat eet ik nou eigenlijk? Um, daar ontstaan een beetje de problemen. Uh, maar we hebben het net al over gehad dat topsport ook niet per definitie gezond is natuurlijk. Nee, en, eens. Uh, ik heb een Tour de France gereden dat mensen over 21 dagen lang twee biefstukken en pasta had Geen groente, helemaal niks. Ja. En die werd ook uh, derde of vierde die Tour. Ja, maar als, als een je, je zo hoor, dan, kan je, dan had hij misschien nog wel uh, beter kunnen presteren als hij meer groente bijvoorbeeld had gegeten. Als de balans tussen zijn macronutriënten beter was geweest. Nou, dat op de lange termijn voor zijn, de rest van zijn carrière heeft dat absoluut ja. invloed. Alleen eigenlijk is een beetje de weeffout in professioneel wielrennen dat het helaas heel erg loont om op een ongezonde manier heel licht te staan. Ja. Dat loont nu, die kilo in de top ja. van het klassement. Ja. En, en dat is, daar moeten we eigenlijk nog iets op verzinnen. Ja, ja, <laughs> ja. hoe, hoe bescherm je die wielrenners vooral ook op een gegeven moment tegen zichzelf daarin? Ja, de kans dat je de Tour wint, uh, wordt groter als je misschien net wel ja, even als dat je, ongezondheids Ja, het is per definitie overgaat. ongezond. Maar ja, daarin echt de extreme opzoeken ja. in professioneel wielrennen loont. En ja. dat is een slechte boodschap voor de jeugd. Oké. Okay. De marmot staat voor de deur. Uh, fuck, ik heb nog vijf maanden, weet je wel? Train. Ja, maar dan ben je op tijd. Uh, vijf of? maanden, Wat? vijf maanden. Ja, ja nou, want nee, dat is zo. Uh, je beter ja, dan Precies, okay, ja, absoluut. Maar. Je ja. zit aan het kerstdiner, aan ja. de dish. Je hebt net oh, ja. uh, drie in je mik geschoven. Uh, je tweede fles wijn gaat open van de dag. Je hebt al een dikke lunch gehad. Je voelt jezelf schuldig, vies, fatsoenig. Je denkt: <laughs> godsamme, ik moet straks die mammoet ja. op. Ik ga kapot gereden worden door mijn maten. Um, ik ga mijn eetpatroon. Uh, uh, wijzigen. En ja. dan, nou, dan heb je natuurlijk het, het patroon en zeg maar, de calorieënname en de, de disbalans, waar ik het net over gehad ja. heb. Het, het, zeg maar, de laag daarachter van kijk goed hoeveel eiwitten, ja. hoeveel, zeg maar, wat, wat die calorieën dan precies zijn. Ja. Uh, dat gaat hij allemaal goed doen. Maar hij denkt ook: ja, ik heb ook nog even een paar uh, soort van slimmigheidjes die ik in mijn dag, dagelijkse patroon kan verwerken, waardoor ja. ik. Gewoon een soort vuistregels. Jim, doe even drie tips of zo. Shortcuts. ja, nou, ga in ieder geval niet proberen snoeihard te trainen en snoeihard te diëten. Ja. Want dat werkt dus niet. Ja. Want dat had Thomas Dekker feilloos door. Ja. Um, uh, zou je dan bijna zeggen: ga eerst even een maand. Dat ligt eraan afvallen. hoeveel overgewichten. Ja, dat zou, ja. Dat zou een keuze kunnen zijn. Kijk, fietsen. Uiteindelijk is sporten. Uh, um, de mens is niet gemaakt om zittend door het leven te gaan. Sporten houdt je vitaal, fit en gezond en is een ontzettend belangrijke uh, uh, levensvoorwaarde. Ja. Um, maar overgewicht, uh, daar word je ook niet oud mee. Nee. Uh, uh, als jij uh, echt flink overgewicht hebt, dat is ook een probleem. En uh, een vraag die dan uh, opkomt is... ja, wat gaan we eigenlijk eerst aanpakken? Ja. Zoals, ik bedoel, veel levensproblemen... probeer ze vooral niet allemaal tegelijk te tackelen. Ja. Ja. Uh, ga even goed kijken wat we misschien eerst gaan doen. En het kan inderdaad, en dat is misschien wel een leuke... beste keuze gemaakt worden. Joh, het is eigenlijk zo dat we eerst gewoon eens gaan proberen... wat kilo's af te ja. vallen... En dan gaan we dat sporten. Dus en dan gaan we dat sporten Dus kan je wel gewoon fietsen. Ja, zeg, dan kan in januari. Dan we dan gaan dat waarschijnlijk dan niet niks doen. Nee, precies. Maar dat het is 1 januari en ik ga nu als een bezetene sporten en uh, afvallen. Ja, dat is ja. echt de recipe okay. for disaster. Oké, okay, dus dat is, uh, dat is uh, meer uh, de strategie achter je afval... Zeg maar je afval, nou, shortcut. Ja, nou, <laughs> ja, nou, Oké, okay, mag ik Hier je zijn in de groep gaan? <laughs> uh, een glas water. Ja, Chris <laughs> Carmichael Training uh, 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 System. Uh, de oude trainer van Armstrong. <laughs> die heeft, die Hij heeft het in een boek geschreven. Die heeft en, en, en die ja. zei: Doe nou als je, um, als je opstaat, oh. en dat is om het, om het hele zeg maar, systeem aan te krijgen. Het eerste wat je s ochtends doet is een groot glas water drinken. Ooit van gehoord. Lijkt me vooral bijvoorbeeld voor de stoelgang, eerlijk gezegd. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb ook nog nooit gehoord dat Carmichael Armstrong heeft getraind. Volgens mij was dat iemand anders. Nee, hij heeft er in een boeken over geschreven dat hij het was. Samen met Armstrong. Ja, hij was toch niet de trainer van Armstrong? Kom op. Omdat Ferrari dat was Natuurlijk. Ja, dat. Ja, die man heeft er een commercieel succes weten te maken. Moet je voorwoord even veranderen. Vertalen we dit in het Engels? Ander ding. Ja, maar Dit zijn dingen, en er zijn heel veel van dat ze bijvoorbeeld een paar flink glazen water drinken Voordat je dan gaat eten. Uh, hé, dat je dus ja. als, alsof je ja, al een precies. soort van een vol gevoel ja. creëert. Ontkrachtig ja, maar voor de, het, Nou ja, voor de een kan dat werken, voor de ander ja. niet. Dat zijn best wel persoonlijke uh, dingen vooral. Ik denk dat je veel beter kan kijken... oké, okay, wat gebeurt er nu? Hè, um, ik, de, en de een die eet hele kleine porties... maar die eet bijvoorbeeld na zijn avondeten... is, is hij nog superveel aan het snijden. Ja. Of hij drinkt frisdrank of... Uh, er ligt altijd een zak minimasjes in de auto. Ja. <laughs> ik heb het nooit gezien, die willekeurig heeft <laughs> hij of hier echt briljant. <laughs> ja. Ja. Ik val ja. maar niet af. Ieder ik vind de val er niet de af. Ja, even op een shake. Ik bedoel, die heeft echt niks aan die tip uh, uh, dat je ja. glas water moet drinken in de ja. Nee. ja, prettig voor de stoel gaan als je daar problemen voor nee, mee maar hebt. Okay. Maar, ja, maar misschien jongens, even start... even een beetje Ik heb er nog heb een. Nog ja, nee, maar nee, ik heb nog een. Ik heb er nog een. Vroeger gingen ze altijd afvallen en dan gingen ze heel veel kleren aandoen omdat ze meer zweten. Ja, Dik Jack, zweten. Ja. ja. Dat was vroeger ja. in het wielrennen. Ja, ja, ja Jan, het Hoerig dus Jan Hoerig is aan het Jan afvallen. Ja, Reed iedereen kort, kort. En Jan, die had dan een, een thermie ja. Ja. Nou, ja. Jim, hoe zit dat? Ja, ja uh, om vocht te verliezen, ja, nou ja. Daarom laag, dat is een beetje een manier om uh, bij boksen op een bepaald gewicht te komen. Met honger. Maar naar bed, je je verbrandt dan... er niet meer calorieën. Nee, precies je nee. valt er niet Juist als het koud is, dat heb ik ook geleerd. Volgende. Ja, zeg ja, maar lekker, zonder dekenslapen, dat je, dat je dan een meer calorieën verbrandt. Dat uh, rustmetabolisme omhoog. omdat je lichaam. Nee, we zich... zijn niet een soort van de, een beren, die kunnen in hun winter slapen hun, hun rustmetabolisme <laughs> ja. omhoog brengen. Dat kunnen wij maar dat niet. Kunnen, kan de mens niet. Met honger. Wij kunnen bed. wel, wij kunnen gewoon via het centrale zenuwstelsel. Dus ze kunnen niet via het autonome zenuwstelsel. Uh, een de, 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 de uh, ja, soort van de thermostaat hoger zetten. Nee. We, we kunnen wel via het centrale zenuwstelsel, ik heb het koud, wat ga je doen? Bibberen, ja. onwillekeurig bewegen of vooral nog harder fietsen uh, en daardoor meer verbranden, oh, dat, dat kan. Dat is wel waar, ja, werkt. dat hebben ze bij, bij ja, toen heet het. Maar de rest is niet nee, waar. Denk, nee, maar bibberen, ja, dat is ja, dat de rest, bullshit. Ja, 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 ik vind het wel minder maar, in vorm. Ja. Bij bibberen, bij bibberen, als je, dat moest je wel aangeven na een hele koude dag. Als je ja. was gaan shaken, want dat, dan had je veel meer koolhydraat verbrand. En dan kreeg je dus extra s s'avonds. Oké. Okay. Ja, nou ja, dus dan ga je bewegen. Weet dat, uh, dat, uh... je wat of, trouwens wel belangrijk is? Wat <laughs> ja. ik nu ineens realiseer, wat we nu zeggen over rustmetabolisme. Wat vooral blijkt is eigenlijk, hoe harder je sport ook, hoe harder je ook rust. Dus wat er vaak je wordt gebeurt... Lui. Ja, je wordt super lui. Dus als jij heel ja. veel hebt bewogen... Dan zorg je dan en dan komt dat lichaam dus ook in die staat. Niet alleen dat het je vertelt dat je de hele tijd wil snijden, maar het gaat je ook nog eens de hele dag door, een paar dagen misschien zelfs, vertellen dat je lekker moet blijven zitten. Weet je, dat, dat heb je dus als je zondagochtend een veldtuk toch gereden hebt, ga je de hele middag op de bank liggen, de cross kijken. Ja. En je gaat nergens meer heen. Nou, en dan ja. gaat het ook vaak weer fout in dat calorieëntellenverhaal... verhaal. Is dan wordt er een bepaalde rustaanname, uh, dus een, een, een totaal aantal calorieën, bijvoorbeeld uh, 2000 voor vrouwen en uh, 2500 voor mannen, of ja. elf, je kan nog een, een rustmeting doen. Kwam Dat ik niet kan aan je, hoor. Kan je <laughs> 2500. En dan ik zat ze... ook op de 2000. Ja? Ja, luid toch? Lekker. Ja. Nou ja, en dan gaan ze daar dus het aantal calorieën... wat je dan gesport hebt bij optellen. Terwijl, ja. Ja, terwijl als je gesport hebt... nou in de eerste plaats heb je dus al tijd uh, op je fiets gezeten... Die ja. je al telt in die, in die sportieve ja. prestatie. Ja, dus en niet, die moet je er afhalen. Die, ja. die moet je er eigenlijk sowieso al afhalen van de dag. En dan nog ga je die dag heel anders doorbrengen. dan wanneer je gewoon naar je werk moet en niet op de fiets hebt gezeten. Ja. Ja. Snap je? Ja. die moet je ik er snap. afhalen. Ja, zeker. Want ik Want, zag hem in jouw berekening. Ik zag hem <laughs> niet mee. Uh, nee, uh, zeg maar voor deze podcast. <laughs> we maken notities. Uh, en een van de dingen <laughs> die ik uh, voor mezelf heb uh, toegepast. ook uh, waarschijnlijk in Chris Carmichael's uh, training system. <laughs> die we, Maar je hebt gewoon je, hebt je, uh, je rustmetabolisme. Ja. Tel daar bovenop uh, de calorieën die je verbrandt tijdens het trainen. Ja. En daar moet dus eigenlijk nog van af dat deel wat al in je rustmetabolisme zit. Nou, als je vier uur op de fiets hebt ja. gezeten. Heb maar daarna zeg ik het goed. Daar ja. moet dus eigenlijk van af. Minder. Ja, precies. Weet ja. je dat? Deed ik dat, Michael, dat vooral? Ja, dat, volgens mij deed ik dat wel, ja. ja. Ik vind het ook eigenlijk wel logisch. Okay. Maar dan nog, ik bedoel, de grootste fout die hier gemaakt ja, wordt, is dat dat rustmetabolisme dan. die dag, en er zijn echt, de honderdduizend miljoen studies die ja. dat laten zien. is heel anders die dag. wanneer jij vier uur op de fiets hebt gezeten. Ja. dan wanneer je. Omdat niet je zo lang geef. op je gat zit. Dus dat, dat gaat ook alweer mis. Ja. En dat gaat dus ook alweer mis in dat calorieën tellen. Ja. ja. Ja, aan de andere kant. je hebt ook mensen die gewoon. ochtends om zes uur gaan fietsen. om negen uur. Uh, met een zware werkdag beginnen. En, en aan het eind wel. Ja, maar dus, zware werkdag achter de, in... de computer? Of, uh... Nou ja, maar ook, maar ook de vraag. Ja. Uh, luisteraarsvraag. Stress. En een hele drukke dag achter de computer. Uh, uh, zorgt er toch ook voor dat je metabolisme. Zorgt ervoor dat je metabolisme omhoog gaat, dat je meer calorieën verbrandt? Wat belangrijk is, is je, uh, je hebt eigenlijk dat lichaam dat kan in twee modi staan. Ja. Een soort van twee, twee uh, opties. En dat is dat je sympathisch vooral ja. actief bezig bent en parasympathisch dat je rust en dat voorraden worden aangevuld. Als jij dus in dat stuk zit in dat sympathisch door door stress dat je gewoon uh, ja dat sympathische zenuwstelsel aanstaat en dat je daardoor gaat en actief bent en daardoor de hele dag uh, druk in de weer bent ja dan verbrand je meer dan wanneer dat parasympathische zenuwstelsel ja. aanstaat wat je vertelt blijf vooral liggen op de bank of blijf ja. zitten op je stoel en neem de lift in plaats van de trap en ja. eet vooral lekker veel ja. dus daar en stress heeft een invloed op uh, is een modulator voor of je naar dat een of naar dat andere spectrum ja. gaat. Even aan te geven dat je je kan ervoor kiezen om op de bank te gaan liggen en dus minder te pakken. Ja. maar je kan er ook. Er zijn ook mensen en die, die luisteren ongetwijfeld ook deze podcast. Die daarna nog eventjes dus een stressvolle werkdag gaan hebben. En dus in totaal een hogere. Dat zou heel goed kunnen. Ja, maar die gaat over 500 calorieën of over 100. Ik weet niet of we stressen hebben. Ik weet ook niet hoeveel welke baan je er precies hebt. Nee, maar dat is toch eigenlijk niet heel of niet. Waarschijnlijk wel. Maar je gaat, omdat we het net al hebben over, is die appel 100 gram of 200 gram? Ja, weet je, al die dingen wegen op een gegeven moment wel door. En er zit een bepaalde onnauwkeurigheid in. En er zit zelfs ook onnauwkeurigheid in wat er op etiketten staat van producten. Dat is. Ook niet 100% uh, ja. perfect. Betrouwbaar. Betrouwbaar. Ja. Plus wat er ook weer in zit, is bijvoorbeeld uh, je lichaam heeft meer energie nodig om noten en zaden uh, ja. om, uh, op te slaan of om te zetten in energie. Of te verteren eigenlijk, dan bijvoorbeeld uh, snelle suikers. Um, en terwijl zeggen, dus de bepaalde klein... energetische waarde die het heeft, is het gewoon een energetische waarde die dan op dat etiket staat, die ook niet voor 100% nauwkeurig is, maar dat is ook weer een dingetje weet je wel, wat je, nou ja, neem al die dingen dan maar eens mee dan zeggen we eigenlijk, ik hoop tenminste dat jullie dat dan ook zeggen um, dat calorieën tellen geeft je ongeveer een grove schatting van, oh ja, dit verklaart waarom ik überhaupt overgewicht heb ja. nou, hoe ben ik daar dan aangekomen wat is in dat eetpatroon wat ik wellicht daarin dan moet veranderen en wat is de, de orde van grootte waarin we ja, uh, aan die knoppen gaan draaien? En dan gaat het gewoon om de balans, energie, inname en hetgeen wat je verbruikt. En daar dan kijken waar je ja, uh, vooral kleine ja. stapjes en echt, echt structurele verbeteringen kan krijgen. Zodat het gewicht dat... langzaam en blijvend omlaag gaat. Ik heb het ook gedaan een tijdje, zeg maar, voor, uh, voor Sunweb toen moest je dat thuis ook maar. Het gaf mij gewoon inzicht in hoeveel calorieën er eigenlijk in een maaltijd zitten, ongeveer. Ja, dat je op een veel bewustwording. Je, ja, ja, bewustwording was. Ja, wat denk je Nou, bij havenmout vet veel. Ja. 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 Dus op een rustdag, uh, ik eet het nu nog vrolijk op hoor, omdat ik mezelf niet dik vind. Maar op een rustdag een, een, een kom havenmout van 100 gram wegwerken, dat is gewoon al, uh, weet ik veel, 800 calorieën of zo. Als je nog een beetje honing, pindakaas en weet ik veel smaakt. Pindakaas. Wat ja. Ik weet nog dat wij in Italië uh, dat Balken tegen jou zei. Ja, Lou, doe nu ook pindakaas. Zo, er <laughs> zit nog best veel in. Ja, pindakaas zit heel veel in. Ja. Ik had vroeger op mijn gemak... Veel, 100 kilo, kilo, veel, veel calorieën. Ik had een pot per week bij wijze van. Ja. Maar dat was gewoon uh, 600 calorieën pindakaas op een dag. Ja. Best wel veel. Ja, dat is nou, veel, Als je 600 ja. kilo calorieën pasta neerlegt, dan is het, uh, denk je van wow. Weet je wel. Ja. Dus uh, het was voor mij vooral bewustwording. Ja. Maar, niet, maar dit zijn dus lichamen die soort van 100% ingetuned zijn op hoe ze zich voelen de ja. hele dag. Dus ja. die hebben wel een behoorlijk goed ontwikkeld gevoel voor wat ze wel en wat ze niet moeten eten ja. en wat het lichaam aan hun, aan hun vraagt. Hè? Zowel ja. tijdens training als daarvoor als en de ja. wat ze moeten eten. Dus dat is. En bij sommige mensen is op een gegeven moment. ja, daar een beetje een, een, een probleem in ontstaan. Ja. Nou, en dan moet je gaan kijken, kunnen we dat door de ratio. er wat meer in te betrekken en dus wel grofweg in kaart te gaan brengen. wat gaat erin, wat gaat eruit. zodat we uh, op bepaalde dagen. met een negatieve energiebalans uitkomen, zodat je afvalt. Um, maar. Ga niet denken dat je op de 10 uh, uh, kilocalorieën nauwkeurig uh, 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 kan opmaken wat die balans zou moeten zijn. Dan ga je, dan, dan, ja, dan snap je er niks van. Een beetje flexibel dan gaat het mee omgaan, mis. net zoals met je join ja, Komt precies. ook niet op een minuutje aan. Beetje nou, niet alleen flexibel, <laughs> flexibel, luister naar het lichaam. Zoals in Join, hè? goed voorbeeld, ook juist gevraagd wordt, wat voel je? Hoe voel je je? Ja, Ga ook... daar niet aan voorbij. En wat ook wel meespeelt is kijken naar op week- op maand basis. en niet uh, voel je, ja, je helemaal hele als je een dag ja. een keer drie pannenkoeken te veel op hebt en denkt, shit, ik heb uh, zoveel calorieën. Ja. Het gaat om het, het grote plaatje. Pannenkoeken heb nou. je nooit te veel op. Nou, ja. ja, daar heeft ook het Voedingscentrum op een gegeven moment toch heel erg op ingezet. Op dat balansdagen. Dat nou, ja. dat meer. Uh, vind ik denk net, dat, net, dat dat een hele goede campagne is voor mensen. Ja, dat zo, je op die manier ernaar gaat kijken. Even compenseren. Je kan best, je kan best ergens over de schreef gaan als je ergens anders weer even compenseert. En het is ja, niet dat je, dan dat je, dan dat je er vooral. Geslagen moet zijn, precies. Zelfs ja. bij join. Als je een keer niet kan, dan kan je gewoon niet. bruggetje, <laughs> <laughs> Ja, bruggetje. ja, nee, nee, ja zo uh, en Ik heb <laughs> nog één vraag. Winter versus zomer. Is het lastiger om af te vallen in de winter? Dat gevoel heb ik soms. Even, en doe je dan op, uh, op het klimaat of op nou, de uh, ja, misschien... feestdagen? Ik heb nee, nee meer, dat uit, me, uh... meer dat mijn lichaam denkt van... Uh, nou, het is koud de hele dag buiten ja, als ik aan het fietsen ja, ben. Ja, dat, dat het misschien ook... Dat de... Ik heb wel een ploegenoot gehad, die riep altijd in de winter, ja, ik hoef maar goed te zijn tot de stervels van Zwolle. En daarna begint het barbecue seizoen. Oh ja. Ken jij ook wel, die persoon? Nou, ja. ja, vast wel. Hè? Dus had <laughs> in, nou? in de zomer kan nu wel... Uh, ja, het is niet helemaal hele nee, nee, <laughs> nee, nee, die niet. <laughs> niet <thuis kon> <laughs> um, uh, uh, Dat dat is moeilijker zomer. is? Nee, ja. ja uh, nee, ja. Nee? hangt van Weet dat eetpatroon e weer af. Uh, nogmaals. En, uh, nee. Nee, sorry. Oké. Okay. Laatste vraag. Ja, maar of, of misschien, ja, ik zit nu weer te denken dat je misschien juist in het zomerzoen, wanneer dan die doelen dichterbij komen, dat die trainingsprikkel zwaarder wordt. Dat ook dus de, de rust of de herstel die het lichaam dan vraagt, groter is. En dat daardoor die prikkel wat meer aangaat. van joh, eet meer of vul die, die voorraden meer aan. Sowieso, wat er gebeurt natuurlijk in de zomerperiode bij een wedstrijdwielrenner, is dat er meer uh, wedstrijden zijn. Daardoor meer tapers en ook meer rustdagen na wedstrijden. Dus ja, dat is. Dat is dan ja. weer moeilijker in balans te houden. Uh, dat ja, dan, dan moet je meer kunnen... discipline hebben rond de klassiekers. Ja. Als je zeg maar drie weken in het uh, Van der Valk Nazareth zit... waar iedere ochtend pannenkoeken bij het ontbijt liggen. En dat hebben vooral uh, nou ja, Spanjaarden of Oostbrokkers. Die zitten daar dan drie weken. Die gaan helemaal niet naar huis. Die komen vaak veel zwaarder terug uit het klassieke seizoen. Want je rijdt op zondag Vlaanderen. Dan ben je vanaf vijder, vrijdag aan het, het alle oude ja. stapelen. Ja, precies. En dan rij je Vlaanderen 150 kilometer mee... omdat je, uh, omdat op, je, omdat je, omdat je gelost wordt. Ja. En dan, uh, nou, ja. Ja, dan maandag uh, wordt er weer niet getraind. En dinsdag weer niet, want woensdag is Gent-Wevergem. Of ja. uh, wat er ook maar is. Iedere nu, dag, dag maar, toe kan. Ja. Dus, uh, nee, maar dat is echt wel lastig. Ja, ah, ik kan me heel goed voorstellen. Dat is, is echt wel, wel, uh, je zit, je zit, je zit, wat dat betreft... Dat zijn allemaal Zinkeldam. Die was tijdens ziek is vijf keer aangekomen, toch? Dat hij echt... Ja, dat had allemaal hier toch gezegd de podcast? Ja, dat die Hadden ja, ze had allemaal speciaal in de Franse... Hij nou had ja. Nutella. Hij ja. heeft vijf, vijf, ja, en ja. en vijf soorten Chrisley uh, in, de, in een box. Je ja. ziet die pot, ja. je ziet die pot oh. Nutella gewoon, zie je op tafel staan, hè? Um, dat die achteraf dat hetzelfde verhaal als uh, dat, 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 dat je van wedstrijden niet per definitie beter wordt. Dat je als je uh, in een rechte lijn naar boven beter wil worden, dat dus je ja. beter consistent kan trainen. Nou. Uh, dit is een andere aflevering geweest. Dus we gaan moeten we ook uh, consistent gewoon goed eten. Precies. Ja, nou, het consistentieprincipe moet... komt ook hier terug. In dat eten, ja, ja nou, ja. De, als dat de takeaway is, ben ik helemaal ja. aan boord. Laatste zin van de podcast, klasse ja. man. Ja, ja. <laughs> en, en gewoon kijken naar het eetpatroon. Daar zitten heel veel culturele dingen in en probeer daar dan in te gaan tweaken. Nou, wij eten gewoon iedere zondagavond Lobos wat ja. eet je? dat is een snack ah, oh. waarom uh, <laughs> Ik kan niet in maar dan gaat hij de volgende dag wel weer gaan aftevissen is dat de sponsor van de podcast lobo's, lobos. <laughs> uh, over de sponsor van de podcast gesproken trouwens um, wil je meer weten want we gaan afsluiten of wil je meteen met join aan de slag check dan de link in de show notes in de podcast app of op liveslowridefast.com of op join.cc of in de app Jongens, het is overal. Het je, kan het, je kan het overal krijgen. Twee weken gratis plus die twee weken die je al krijgt. Nou, weet je hoeveel uh, krentenbollen je wel niet kan eten in een maand? Dan kan je dat meteen allemaal weer aftrainen. Of werkt het nou net niet zo? Nee, zo werkt het trouwens ik niet. Uh, <laughs> volgende week zijn we er weer <laughs> met een nieuwe aflevering over alles wat te maken heeft met trainen, eten, slapen. Jim, professor, bedankt. Je was erin voor hem. Lau, bedankt. Tot de volgende keer. Was ik niet in voor? Nee, je ook even, je ook mee, als je ook Nee, staat alleen een beetje dik. Gaat ja, het nou niet We zijn er weer volgende week. <laughs> en tot die tijd. Beter worden, beter worden, beter worden.